Nee. Ben je klaar voor de test? Jan, schoen heb je nodig? Yo! En welkom bij Fit met Valk. Vandaag zijn we in... HCB. In... Barendrecht. Ik heb zoiets vaker gehoord. Weet je dat nog? Met... Heel goed. TV Barendrecht. Maar je zei HC Barendrecht. Ja. Laat me denken. Hallo. C. Carline. Barendrecht. Is dat er? Nee. Wat gaan we hier doen? Hockeyen. Hockeyen. Bij hockey. Club. Oh ja, club Barendrecht. Dus HCB is hockeyclub. Barendrecht. In. Barendrecht. Ja, in Barendrecht. Waarom anders, hè? Hey, superleuk. Leuk dat jullie kijken. Wat gaan we hier doen? Zaalhockeyen, toch? Ja, ja. Kicken. En wie ben jij? Lois. Ik ben Lois. Ja, echt Lois. Zo gaaf dat je ons hebt uitgenodigd. Echt super cool. Jullie hebben ook allemaal je tenue aan, hè, vandaag. Ja. Ja, ik laat die van mij nu zien, dat geel. Maar super gaaf tenue, maar dat zullen we op de vlogs gaan zien, hè? Ja. Hey, en heb jij nog dingen waar we op moeten letten? We moeten gewoon een hele gave film maken. Hele gave film. Nou, dan gaan we nu aan de slag. Blijf kijken. Wat heb je in je hand? Een stick. Een stick. Maar wat dat roze? Een handschoen. Een handschoen, heb je het koud? Nee. Wat dan? Je hebt het nodig om op de vloer. Ik ga even mijn schoen, heb je nodig? Auw, voor de vloer. Zoals jullie zien zijn die meiden onwijs goed aan het inspelen. Het ziet er al best een soort hard uit met die bal. En de kerst is weer klaar, zie je. Nog eens op kleuren, geel en oranje. Dat is super goed. En nou, ze krijgen instructie over de nieuwe, over de nieuwe oefeningen. Ik heb het al vaker gedaan. Het netjes. Yo! Hey, dan is turnen wel een stuk makkelijker. Zeker. Met dat rondje draaien, dat is ja, vreselijk. Oh, man. Maar volgens mij is het geen bal meer. Ja! Hey, heb je nou gescoord? Oh jee, je ging een panna. Hey, Pien. Lekker. Ik heb nog secondenlijn, moet je dat anders hebben? Lief gezichtje had ze, hè? Net de moeder. Bal weg! Kunnen we niet een klein beetje vals spelen, dat wij gewoon winnen? Ja. Dat zouden we dan kunnen doen. Moet ik gewoon een beetje doorheen lopen? Zullen we dat doen? Mama! Ja, netjes! Zo, niet eens! Wat is dit? Ja hoor! Hij heeft gewoon een echte smaak te pakken, joh! Ze scoorde gewoon! Supergoed! Beter! Hij ging gewoon supergoed! Lekker! Lijm aan de stick, vroeg waarom af? Nee! Hey, ben je nou aan het snoepen? Nee, dat is mijn beetje. Waar is een beetje voor? Nou, als de bal dan mogelijk hoog gaat, dan heb je in ieder geval bescherming. Ah, van je tanden. Ah, handig. Ik denk, jij bent aan het snoepen, joh, de hele tijd. Nee. Ja, je staat voor de camera. Ga je het doen? Nu? Geen idee. Oh, camera. Om te een nieuwe. Volgens mij gaat de keeper... Nu zo mijn navel te doen. Keeperskleding gedaan. Ja.
toch? Ja. Ben je al warm? Ja. Ja, hè, met dat inspelen, hè, waar je goed was. Nou, mooi. Gaan we eens even kijken. Okay. Louis, volgens mij moet je je tanden beter poetsen. Ja. Je hebt gele tanden. Ja. Ik dacht dat een van je medevriendinnen hier zo een snoepje in de mond had, hè? Ja. Hoe had je hem nou net in je mond? Een beetje. Ja, maar dat is wat. Maar hoe had je hem in je mond? Ja, daarom dacht ik dat je aan het snoepen was. Echt hoor. Ik heb iemand gezien die heeft gewoon van nature buikspieren. Hoe kan dat dan? Ik ga het eens even vragen. Jij hebt gewoon blokken. Ja. Ik train daar hartstikke veel voor, maar jij hebt gewoon blokken. Nou zitten ze ook onder je kin, maar wel gaaf. Hey, voel je dan helemaal niks in zo'n pak? Een beetje. Het is wel warm. Het is wel warm. Wacht, we gaan even een test. Klaar voor de test? Ja. Voel je dat? Nee. Nee, maar gelukkig, dan werkt het. Levensgevaarlijk, ik sta in het veld. Het is blond tegen bruin. Wie gaat er winnen in de partij voor blond tegen bruin? Benieuwd. 1-0 voor de bruinharige. Ja, Floor. Ben je een crimineel? Je hebt huisarrest. Ja, je hebt je hebt een enkelband. Over enkelbanden gesproken, misschien moeten we toch wel eens een keer Badahari gaan vloggen. Dat is ook wel kick. Die heeft ook een enkelband. Oh nee, die had hij. Ja, de gescheurde enkelband. Weet je zeker dat er niks in die roze handschoen zit? Nee. Superkracht. Ja, je scoorde gewoon een pannaatje, hè? Zag je? 2-1. Nog steeds voor bruin. Tenminste, de minder blonde harigen. Dus krijg je toch zoiets van discriminatie. Want het zijn de bruinharigen. Maar ja, soms zit ook donkerblond bij. Dus... ik weet het niet meer. In ieder geval staat het 2-1. En die kant heeft dan 2. En die kant heeft 1. Voor wie? Voor elkaar. Oh! Oké, maar dat gaat best goed. Maar ik wil wel... meteen even een evenwichtstest. Pien, wat een redding! Goed zo, echte keep. Hij staat al aan! Hey, hoe gaaf was dit, Carline? Heel leuk. We zijn hier gewoon bij zijn zaalhokje in Baar. Zo gaaf te zien, jullie zijn zo goed. Ik zei al tegen Carline, volgens mij hebben jullie gewoon iets van lijm aan jullie bal en stick zitten. Bizar! Nou, vonden jullie het leuk? Vergeet dan niet te liken, te delen, te abonneren op dat belletje voor meer. Nou, en dan zeggen wij altijd als we afsluiten, bedankt voor het kijken. Tot fit! Met Paul! Ah, toppie! Dat gaan we met z'n allen doen. Tot fit! Met Paul!